Mijn naam is Romana Schuring. Ik doe de opleiding Human Resource Management en ik loop nu stage bij Randstad. En ik doe aan trampoline springen. Hey, goed dat je er bent. Hoi. Trampoline springen is wel een apart sport. Ik vind het sowieso leuk altijd om naar te kijken. Gewoon omdat het best wel spectaculair is. Het is heel hoog. Als het mooi is, dan ben ik zelf ook wel een beetje van onder de indruk, terwijl ik het zelf ook doe. Ja, als je springt is het een beetje alsof je zweeft, alsof je vliegt. En dat is gewoon heel leuk en ja, best wel bijzonder. Afgelopen jeugd WK ben ik synchroon vierde geworden met mijn synchroonpartner Carlijn Blekking. En ik heb nog twee andere jeugd WK's gedaan en een jeugd EK. En ik heb een Flower Cup gesprongen. Dat is een internationale wedstrijd, die is in Nederland één keer in twee jaar. En toen was ik 50 geworden. En voor mij was het heel goed, want het is heel hoog niveau. En dat was mijn eerste jaar senior. Ik loop nu stage bij Randstad. Eigenlijk is het ideaal, want Randstad is natuurlijk partner in je sport. Dat is voor mij heel fijn, omdat ik voor mijn sport ook wel eens moet trainen 's ochtends. En dan kan ik dat gewoon doen. En dan compenseer ik dat met een andere dag of zo. Op school gaat het wel goed. Ik heb maar één dag in de week school, dus heel erg veel hoef ik daar niet voor te doen qua lessen. Goedemiddag, Randstad met Romana Schuring. Volgend jaar ga ik naar Amerika voor een exchange uitwisselingprogramma. Ik ga er eigenlijk heen voor het sporten en voor school. Ik ben via school daar gekomen en ik heb het geluk dat er een hele goede club dichtbij zit. Ik kan zelf mijn vakken kiezen, maar dan moet ik dat natuurlijk wel afstemmen met de vakken die ik hier heb. Dus ik doe gewoon hetzelfde als hier eigenlijk, een beetje verschillende vakken. Ik doe daar bijvoorbeeld Spaans, dat heb ik hier niet. Ik zou het leuk vinden om te winnen, omdat het geeft toch wel een beetje een soort status eigenlijk. Je hebt wel het idee dat je echt iets goed doet. Dus voor mij is dat gewoon een soort van herkenning dat je goed bezig bent en dat je echt wel best goed bent, zeg maar.